Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. Uit de gegevens in de vraag kunnen we meteen uitrekenen, vrij snel, hoe groot de remtijd is geweest van deze auto. Want voor de versnelling geldt dat die gelijk is aan het snelheidsverschil gedeeld door de tijd waarin dat gebeurt. Die kan ik omschrijven. En omdat het snelheidsverschil en de versnelling allebei bekend zijn, kan ik ook uh, uitrekenen en kom ik erachter dat de auto na 5 seconden stilstaat. Nu kan ik ook een VT-diagram tekenen, die ziet er zo uit. Het grote voordeel hiervan is dat wanneer ik een VT-diagram heb, ik ook iets kan zeggen over de verplaatsing van de auto in die 5 seconden. Want die verplaatsing zal gelijk zijn aan het oppervlak onder de grafiek. Dat oppervlak is een mooie driehoek en die kan ik, uh, daarvan kan ik vrij eenvoudig uitrekenen hoe groot het oppervlak is en die blijkt 50 meter te zijn. Vraag 2. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag ga ik eens goed kijken naar het VT-diagram die erbij is gegeven. In het VT-diagram zijn de bewegingen van zowel auto A als auto B weergegeven. En ik ga eens op de verschillende tijdstippen kijken wat er nu precies aan de hand is. En het eerste tijdstip is t is 0 seconde. Auto A heeft dan een snelheid van 10 meter per seconde en auto B staat stil. Dus zal auto A juist auto B inhalen en niet andersom. Op tijdstip 2 seconden, t is 2 seconden, hebben allebei de auto's precies dezelfde snelheid gekregen. Ja, dat houdt natuurlijk ook in dat ze elkaar nooit kunnen inhalen. Op tijdstip t is 4 seconden blijken zowel a en b allebei precies evenveel meter te hebben afgelegd. En omdat uh, auto b een hogere snelheid heeft op tijdstip t is 4 seconden, geldt daar dus ook dat auto b auto a inhaalt. Dus het juiste antwoord is uh, t is 4 seconden. Ja, hoe weet ik dat nu dat ze allebei precies evenveel meter hebben afgelegd? En daarvoor gebruik ik weer uh, de regel dat het oppervlak onder de grafiek gelijk is aan de verplaatsing van het voorwerp. En, uh, het ene oppervlak van auto A is een rechthoek, en het andere oppervlak is een driehoek. Maar als je gaat uitrekenen hoe groot het oppervlak van beide figuren zijn, dan zul je zien dat, uh, dat ze allebei precies even groot zijn. En dat kun je eigenlijk ook best snel zien wanneer je kijkt naar dit driehoekje. Dat is namelijk de afstand die auto A meer heeft afgelegd dan auto B in de eerste 2 seconden. Um, het oppervlak van dit driehoekje is precies even groot als het oppervlak van het uh, driehoekje rechtsboven. Oftewel, auto B heeft tussen 2 en 4 seconden evenveel meters meer gemaakt. als dat auto A had gedaan tussen 0 en 2 seconden. Dus op tijdstip T is 4 seconden hebben ze allebei precies evenveel meter gemaakt. Vraag 3. We krijgen hier vier stellingen die alle vier gaan over de beweging van de raket. Laten we eens dus één voor één die vier stellingen doornemen. De eerste stelling is: na vier seconden heeft de raket 160 meter afgelegd. Ja, we weten al dat je dat kunt bepalen door te gaan kijken naar het oppervlak onder de grafiek. Dat is deze driehoek. En als je dat gaat uitrekenen, blijkt dat niet 160 meter te zijn, maar 80 meter. Wat gebeurt er nu met de beweging van de raket? Ik heb dat proberen zichtbaar te maken in deze animatie. De raket begint met de snelheid naar boven, remt af. Op een gegeven moment is de snelheid nul geworden. Heeft de raket dus ook het hoogste punt bereikt en daarna valt de raket naar beneden. Dus op tijdstip t is 4 seconden bevindt de raket zich op het hoogste punt. En dat moet dus ook het juiste antwoord zijn. Maar het is wel interessant om nog even te kijken naar de stellingen C en D omdat daar vaak fouten in gemaakt worden. Stelling C luidt. op tijdstip t is 4 seconden. beweegt de raket eventjes eenparig. Dus met een constante snelheid. Nou, als je kijkt naar het VT-diagram. dan zie je dat nergens de grafiek horizontaal loopt. Wat dus zou uh, wijzen op een constante snelheid. Dus stelling C klopt niet. Stelling D luidt. op het hoogste punt. als de snelheid 0 is. Is ook de versnelling van de raket eventjes snel? Het is niet zo, en dat kun je ook vrij snel zien aan het VT-diagram, want de versnelling is gelijk aan de stijlheid van de grafiek. En je ziet dat die grafiek overal dezelfde stijlheid heeft, een negatieve stijlheid heeft, en je kunt zelfs uitrekenen hoe groot die stijlheid is, en die blijkt dan niet heel verrassend een min 10 meter per seconde in het kwadraat te zijn. Vraag 4. Deze vraag speelt zich af op een onbekende planeet, waarbij een steen uh, gedurende 5 seconden een afstand aflegt van uh, 20 meter. Die steen die voert een vrije val uit, blijkbaar is er geen uh, damkring op die planeet, en een vrije val in een vt diagram dat is een rechte lijn. En met een klein beetje puzzelen kom je dan achter dat de steen na 5 seconden ook een snelheid heeft van 8 meter per seconde. Ja, wat gebeurt er nou na die 5 seconden? Ja, dan zal die steen dus door blijven gaan in zijn vrije val, wat betekent... Dat die grafiek doorloopt in dezelfde richting naar boven. En de vraag is: hoe lang moet je nu wachten voordat de steen 80 meter heeft afgelegd? Eigenlijk vier keer zoveel als dat de steen in de eerste vijf seconden heeft afgelegd. Dat blijkt dus 10 seconden te zijn. Op tijdstip t is 10 seconden, is het oppervlak onder de grafiek 80 meter. Vier keer zo groot. En dat kun je snel zien wanneer je eh, het oppervlak opdeelt in vier driehoekjes, die alle vier even groot zijn. En elk driehoekje heeft dus ook een grootte van 20 meter. Vraag 5. Ook hier hebben we weer te maken met een versnelde beweging. En ik ga deze dadelijk natuurlijk ook proberen te tekenen in het VT-diagram. Maar ik ga eerst de gegevens gebruiken die ik heb, namelijk. Dat uh, deze speedboot 120 meter aflegt in 4 seconden, oftewel beweegt met een gemiddelde snelheid van 30 meter per seconde. En als ik dat teken in mijn uh, diagram, ziet dat er zo uit. Nu weet ik natuurlijk dat de snelheid verandert. Ik kan zelfs berekenen hoe groot de snelheidsverandering is geweest in die 4 seconden, want ik weet de versnelling. En voor de snelheidsverandering geldt dat die gelijk is aan. 20 meter per seconde. Ik moet nu dus eigenlijk een grafiek tekenen waarvan uh, de grafiek lijn loopt met een stijlheid van uh, 5 meter per seconde in het kwadraat. Maar het oppervlak onder deze grafiek moet natuurlijk ook nog steeds 120 meter zijn. En er is maar één juiste oplossing: en dat is deze grafiek die ik hier met een doorgetrokken lijn heb getekend. Deze grafiek heeft uh, een oppervlak van 120 meter en dat kan ik ook een klein beetje uh, al zien aan die twee wat uh, donkerder gekleurde driehoeken? Omdat die twee driehoeken precies even groot zijn, weet ik dat het oppervlak onder mijn doorgetrokken lijn ook precies even groot is als het oppervlak van uh, mijn rechthoek onder de gestippelde lijn. De snelheid van de speedboot is dus 20 meter per seconde aan het begin en na 4 seconden heeft hij een snelheid gekregen van 40 meter per seconde.